mondje glijdt omlaag. Dat vind ik meer een grap. Maar dat is misschien omdat ik dat hondje niet herken. Maar ik vind het grappig dat zo'n hondje lijkt te weten waar het heen gaat als hij van de dakgoot glijdt of de hoek omslaat. Gierend vlieg ik een bocht uit. Ik roep nog. Niemand hoort iets, niemand ziet iets. Het gevoel dat ik... Dat ik onschuldig veroordeeld. Vat dat het samen? Iemand heeft het over Louisiana. Ik denk alleen maar mijn voeten. Mijn voeten. Van mij zullen ze niks merken hoor. Dat heb ik mij aangeleerd en mij eigen gemaakt. Ik transpireer niet meer, ik huil niet meer. Handen huilen, denk ik. Ja. Dat proberen ze te vertellen, denk ik. Handen die proberen te vertellen dat ze huilen. Dat denk ik, dacht je? Tarotkaarten ging leggen, stortte alles continu in. Ik snapte daar helemaal niets van. Daar hing iets in de lucht. Al langer. Voetstappen op het behang. Er zijn dingen die ik niet prijsgeef, die ik voor mezelf hou. Uiteraard geef ik geen voorbeeld. Al doe ik niet anders. Waarom zeg ik dit allemaal? Soms wil ik neuken. Dan neuk ik. En dan denk ik, waarom wilde ik neuken? Omdat je wilde neuken, denk ik dan. Neuken is af en toe een fractie van een fractie van een fractie leuk. Leuk! Dat je je een aap voelt. Gelukkig! Ja! In die hotelkamer hing een foto. Van het Colosseum. Zo zeg je dat. Maar dat schrijft geen idee. Je doet het, je zegt het, je gebruikt het, maar wat? Of
hoe. Of waarom precies, geen idee. Colosseum. In Rome. Tegen een hemelsblauwe achtergrond, daaromheen een oranje kader, daaromheen een houten lijst bestaande uit 4 houten lijstjes. Iemand die heeft dat bedacht. Om zijn kinderen te eten te geven. Of om beroemd te worden in hotelkamers te hangen. Waarschijnlijk al lang gescheiden. Dat denk ik.